today the session is about mobility and road safety, with research that Professor Geert Wetz, who came to present, made, and will expand also on our driving behavior. So I hope that there is not only bad behaviors and that it will be representing on the good behavior on the road that we have all, I suppose. So let's talk about Professor Wetz, who is actually professor at School for Transportation Sciences at Hasselt University. He got also a PhD in Eindhoven University of Technology. And he's also director of IMOB, who is actually the Transportation Research and of Technology Institute. So Professor Wetz, he's actually working a lot of projects on modeling traffic safety, data mining, but also in an international point of view. So I would like to welcome Dr. Wetz and present us about road safety. Okay. Goedemiddag. Ik ga vandaag jullie een presentatie verzorgen rond verkeersveiligheid en vooral eens kijken naar de achterliggende oorzaken van verkeersonveiligheid. En om dat zo goed mogelijk te illustreren, heb ik gekozen voor een specifieke case, namelijk de case van de jongvolwassenen. Veel van jullie hebben kinderen, zijn zelf ook jong geweest. En het is eigenlijk een aangename groep om dat eens te illustreren hoe dat de oorzaken van verkeersveiligheid, hoe dat die in zijn werk gaan en wat we daar er ook aan kunnen doen. Nu, om te starten, ga ik even kort de problematiek schetsen. Dit geeft u aan wat het aantal ongelukken is in Vlaanderen in 2012. Dus heel recente cijfers. En we geven aan binnen de leeftijdscategorie van 18 tot 25 en vooral de mannelijke bestuurders, daar zien we dat het risico per miljoen kilometers aanzienlijk hoger is dan van eender welke andere categorie. We zien dat vooral in deze groep het sterk is, ook voor de dames in deze categorie is het hoog, en dan neemt het geleidelijk af, om dan pas helemaal op het einde eigenlijk plus 85 terug omhoog te gaan. Dus we zien duidelijk, willen we aan verkeersveiligheid werken en verkeersveiligheid begrijpen, dat we een hele interessante doelgroep hebben in die personen. En dat is wat ik in dit verhaal eventjes wens toe te lichten. We kunnen dat beter begrijpen door eens te gaan kijken naar wat is nu dat zogenaamde age-effect. Wat is de problematiek van leeftijd en het veroorzaken van ongelukken? Is daar een zekere oorzaak en wat zijn die oorzaken? En als we ons eerst even puur aan de harde feiten houden, dan zien we dat daar effectief een leeftijdseffect is. Hier zien we het risico, het aantal ongelukken per miljoen kilometer, die vaste groene lijn. Daarna de stippenlijn heeft te maken met personen vanaf 18 jaar. Dan de zwarte lijn gaan we naar personen van 23 tot 17 jaar en zo verder. En dan zien we duidelijk dat daar een bepaald leeftijdseffect is. We zien heel duidelijk dat het aantal ongelukken op jongere leeftijd veel groter is als op oudere leeftijd. En de vraag is, waarom is dat zo? Wat zijn de oorzaken, de achterliggende oorzaken, omdat we daarna die kunnen meenemen en zien van, ja, verdwijnen die vanzelf of gaan we daar ook een aantal dingen moeten bijsturen? Hè? Om dat te begrijpen, gaan we een beetje aan neuropsychologie doen. Ik ga u niet te technisch maken, denk niet, die professor die gaat hier met hele complexe dingen afkomen. Nee, we gaan het zo begrijpbaar mogelijk te maken. Maar er is wel echt een reden waarom dat ik dat doe. En de vraag is, waarom is het zo dat 16-jarigen, als ze rijden, in heel veel landen mag dat al, mogen die rijden, die personen, dat daar toch wel lijkt of dat ze een probleem hebben bij hun hersenen en dat ze soms heel impulsieve dingen doen die fout zijn. Missen die iets in hun hersenen? En het antwoord is ja, die missen fysiek iets in hun hersenen.
Dus dat is niet puur dat die mensen opzettelijk fouten doen, maar die hebben effectief nog een fysiek probleem. De vraag is, wat kunnen we daaraan aan doen? En waarom is dat zo? Dat zal ik illustreren met de volgende slide. Hier zie je van vertrekkende van de leeftijd van onze geboorte tot ongeveer 30 jaar, dat er een hele evolutie is. En een belangrijke evolutie is het risicogedrag dat we nemen. Dat piekt ongeveer op 18 jaar en dan gaat dan geleidelijk aan naar beneden. En dan is de vraag, waarom is dat zo? Waarom piekt dat risicogedrag op ongeveer die leeftijd van 18 jaar en gaat dan geleidelijk naar beneden? Dat heeft ermee te maken dat fysiek dat er twee dingen zijn die bij ons ontwikkelen. Aan de ene kant emotionele controle. Hoe goed kunnen we onszelf beheersen? Kunnen we bepaalde reacties die we hebben, kunnen we die onder controle houden? En aan de andere kant, in hoeverre staan we open voor bepaalde beloningen? Zeggen we van, ja, dat is iets heel leuks en ik ga dat dan ook doen. Bijvoorbeeld iets leuks bij jongeren is snel rijden. Dat is een bepaalde beloning, want je wordt ineens in je groep wordt je heel aantrekkelijk. Goh, die durft hard rijden. Dan zie je dat dat afhangt van de leeftijd en dat dat ook piekt op 18 jaar. En dan wat je die rode driehoek die je hier ziet, dat is wat men noemt de grote risico's die men bereid is te nemen. Dus continu maakt men afwegingen tussen wat win ik en wat zijn de risico's dat ik daarvoor moet nemen. Dat is zo in verkeersveiligheid, maar dat is algemeen in het leven. U neemt bepaalde risico's en doordat u bepaalde risico's neemt, kan u ook bepaalde benefits, bepaalde winsten generaliseren. Kijk naar het financieel systeem. Dat heeft er ook mee te maken het afwegen van bepaalde risico's en soms het verkeerdelijk afwegen van bepaalde risico's kunnen grote problemen genereren. En dat is ook leeftijdsgebonden. En dat is de reden waarom dat veel jongeren op 18 jaar het grootste risico lopen. Dan gaan we eens kijken naar het rijden zelf. Het rijden zelf, is dat nu iets eenvoudigs of is dat iets vrij complex? En om dat te doen, gaan we dat ook even puur fysiek ontleden. En hier links zien we een aantal fMRI-scans. En daar zien we voor het lezen van woorden dat er een beperkt aantal gebieden oplichten in een fMRI-scan. Als we de taak een beetje complexer maken, dan zien we dat er meer gebieden oplichten. En als we dan mensen verhalen laten lezen, dan ziet u dat er nog een aantal additionele gebieden actief worden in onze hersenen. Rechts zien we, als we een EEG gaan nemen, welke verbindingen dat er in die hersenen gemaakt worden bij het lezen van woorden, bij het lezen van zinnen en het lezen van verhaaltjes. En dan zie je dat dat eigenlijk exponentieel toeneemt. Nu, wat wil dat zeggen over onze rijtaak? Als we daar gaan naar kijken, dan zien we dat die rijtaak nog veel complexer is als het lezen van een statisch verhaal, het lezen van een boek. Dat is eigenlijk een heel dynamisch verhaal. Die omgeving die verandert concreet en wij krijgen continu impulsen en wij moeten ons daarop gaan afstemmen. Hier zien we een aantal visuals die we gemaakt hebben naar waar mensen kijken. Dus die bolletjes, dat is van bepaalde proefpersonen. Van waar kijken personen? Die rode persoon die kijkt naar andere dingen dan die blauwe persoon, dan die groene persoon. Hier heb je een volgend beeld. Je hebt hier een aantal wagens die hier geparkeerd staan. Hoe moeten we ons daartussen navigeren? En waar focussen we ons op? Dat is dus een hele complexe taak die we moeten proberen te beheersen en zo veilig mogelijk proberen te realiseren. Dus wij moeten continu die omgeving gaan scannen en daar op een veilige manier tussen gaan laveren en continu risico's gaan afwegen. Een concreet risico is hier van, kijk, kunnen wij tussen die twee wagens doorrijden? En aan welke snelheid ga ik dat doen? Dat doen wij eigenlijk in real time. Dus in real time nemen wij die beslissing, scannen wij en zeggen we van ja, we kunnen daardoor. En als we erdoor kunnen, aan welke snelheid kunnen we daardoor? En die afweging, wat is nu een redelijke snelheid, dat maakt elke persoon voor zichzelf.
Nu, bij jongeren is die problematiek nog iets complexer, omdat zij, zoals we daar gezien hebben in het begin, een aantal dingen van risico's nog niet onder controle hebben. Dus dat, hoe dat ze hun zelf controleren, wat men noemt impulse inhibition, hoe hard kun je bepaalde dingen afremmen. Road rage, we willen misschien ons stoer op de weg gaan voordoen. En ook een zeer belangrijke, wat men noemt peer pressure, van we hebben een aantal personen in de wagen, we hebben ons vriend naast ons, wat heeft dat als effect op mijn rijgedrag? En heeft dat een effect en hoe beïnvloedt dat mijn rijgedrag? In het algemeen kunnen we zeggen van het komt er eigenlijk op neer dat we bij jongeren mensen hebben die wel fysiek in staat zijn om met die wagen te rijden, maar eigenlijk hebben we niet een persoon die weet wat er allemaal moet gebeuren om die op een goede manier te besturen. Dat is een feit. Hoe gaan we nu met dat feit om? Is dan de oplossing ja, die jongeren maar verbieden met die wagen te rijden? Kunnen we daar oplossingen aan bieden? Dat is eigenlijk wat ik in de rest van mijn talk ga proberen uit te leggen. En om dat te doen gaan we kijken naar die jonge chauffeurs. En wat is nu het grote probleem bij die chauffeurs? Heeft dat te maken dat zij bepaalde skills ontbreken? Hebben zij een aantal dingen die zij niet kunnen? Of heeft het er eerder mee te maken, nee, ze hebben wel die skills, maar ze zijn niet in staat om risico's juist in te schatten en ze gaan integendeel zelfs risico's nemen. En om dat te illustreren gaan we een aantal specifieke dingen bekijken. En een eerste zaak die een enorme impact heeft op het risicogedrag van jongeren is alcohol. Dat heeft een impact duidelijk op het gedrag. Dat weten we allemaal, niet alleen bij jongeren. Dat weten we allemaal. Dat heeft een invloed op het gedrag. Dat is een van de belangrijke oorzaken van verkeersongelukken. En ook zijn vaak zeer zware ongelukken. Dus de kans om zeer zwaar gewond of zelfs te overlijden in ongeluk met alcohol is zeer groot. Dus het is een heel belangrijk probleem. Nu, dan ga ik iets laten zien naar cijfers toe dat heel vreemd lijkt. We zien bij de leeftijdsgroep van 18 jaar dat het aantal jongeren dat betrapt wordt op driving under influence, dus rijden met een glaasje te veel op, is eigenlijk zeer beperkt. 0,8%. Het is niet nul, maar het is heel weinig. Ik denk, moest ik de enquête gedaan hebben en gevraagd hebben van wat denkt u dat een percentage is dat met jongeren die een glaasje te veel op hebben terwijl ze rijden, u zou dat ingeschat hebben als veel hoger. Dat is eigenlijk bijna een verwaarloosbaar percentage. Aan de andere kant is het zo dat als we naar andere leeftijdscategorieën kijken, dat die percentages veel hoger zijn. Dertigers, dat is minstens een factor 3 hoger dan jongeren. En als we gaan kijken naar zelfs speciale situaties, niet puur random op eender moment van de dag, maar speciale locaties, speciale tijdstippen, de nacht en zo verder, dan zitten we zelfs aan 5%. Dus duidelijk significant hoger. Als we dan daarentegen kijken naar, we weten dat rijden onder invloed een bepaald risico met zich meebrengt, maar eigenlijk gaat het erom van, ja, gebeurt daar nu effectief een ongeluk? Dan zien we dat bij jongeren het aantal mensen dat een ongeluk heeft waar dat er de bestuurder gedronken had, 13% is. Als we dat kijken in andere leeftijdsgroepen, is dat vergelijkbaar of soms zelfs een beetje minder. Dus we zien dat het risico veel groter was, het objectieve risico in die andere leeftijdscategorieën. En de feitelijke outcome is vergelijkbaar of soms zelfs iets lager. Wat op zich vreemd is. Dus er zijn een aantal zaken in die leeftijdscategorie wat niet puur kan verklaard worden door het gebruik van alcohol. Er zijn een aantal andere factoren die daar een rol in spelen.
En een van die factoren die daar een belangrijke rol in speelt, is wat wij noemen peers. Dat zijn, letterlijk vertaald, gelijken. Mensen van dezelfde leeftijd, die samen in een wagen zitten en waar een bepaalde groepsdynamiek van uitgaat. En het is zo, we hebben daar analyses over gedaan, dat we zien, zowel in het echte verkeer als ook in de simulator die we dan gebruiken, dat daar een significant verhoogd risiconiveau is als er meerdere mensen in die wagen aanwezig zijn. We hebben daar een analyse over gedaan en we zien dat als jongeren alleen in de wagen zitten, ofwel hebben ze een mannelijke passagier, ofwel is het zo dat ze een mannelijke passagier en een mannelijke persoon hebben die achter het stuur zit, dat risico bijna exponentieel stijgt. Terwijl de feitelijke risicofactoren eigenlijk hetzelfde blijven. Die omgeving die wordt niet complexer, die wordt niet anders. Het gedrag met alcohol, dat stijgt ook niet spectaculair. En desondanks zien we die interacties maken dat er een serieus probleem ontstaat. En dat heeft er dus mee te maken dat er een aantal factoren beginnen op te treden. Die passagier die is aan het sms'en of die kijkt naar een YouTube-filmpje, die vindt dat heel interessant, die vertelt dat aan de bestuurder en dan gaat het eigenlijk mis. Hier zien we een aantal resultaten van het aantal risicovolle beslissingen die genomen worden door jongeren als ze alleen in de wagen zitten en als ze in de wagen zitten met andere jongeren. En dat resultaat is echt spectaculair stijgend. Bij volwassenen is die stijging er ook, maar die is duidelijk veel minder, want het aantal risicovolle beslissingen dat men onafhankelijk neemt, is eigenlijk redelijk vergelijkbaar. Als we dan kijken wat de outcome daarvan is, dan zien we het aantal ongelukken dat men heeft en het aantal ongelukken dat veroorzaakt wordt wanneer andere jongeren in de wagen zitten, dat is veel groter. Terwijl bij volwassenen is het bijna zelfs het omgekeerde en hebben we een matigend, temperend effect als er iemand anders in die wagen zit. Dat heeft ermee te maken, ik heb begin van mijn presentatie gezegd, dat jongeren zeer sterk beïnvloed worden door een beloningsmechanisme. Opvallen in een bepaalde groep. Reageren zoals men verwacht dat er gereageerd wordt. Aangemoedigd worden om iets sneller te rijden. En als je alleen bent, wel weten dat je dat beter niet doet. Maar in groep ga je dat wel doen. Dat is eigenlijk de reden waarom je deze resultaten gaat zien. Nu, een laatste factor die heel belangrijk is, heeft te maken met sneller rijden. We weten allemaal, is een zeer belangrijke factor. 30% van de dodelijke of ongelukken met zwaargewonden hebben daar mee te maken. En het grote probleem dat hier opduikt, zeker bij jongeren, is het inschatten van die snelheid. Daar is nog een zekere onervarenheid. En hoe ga je die snelheid gaan inschatten? Het is moeilijk voor die jongeren om hun reacties in te schatten. En daarom gaan zij ook typisch, als je een aantal analyses maakt, gaat men bijvoorbeeld minder afstand houden. En men weet niet wat het gevolg is van minder afstand houden. Dat lijkt maar dat die afstand een paar meter minder is. Maar die paar meter maken eigenlijk een cruciaal verschil in het veroorzaken van verkeersongelukken. Ik heb kort geduid wat de onderliggende psychologische oorzaken zijn. Ik heb gezegd van die psychologische oorzaken, waarom hebben die een bepaald gedrag tot gevolg? Dat is niet zomaar die jongeren doen zomaar iets op. Nee, daar zitten duidelijke fysieke oorzaken achter.
Maar dan is de vraag, wat doen we daaraan? Want een logisch gevolg van mijn uiteenzetting tot nu toe zou kunnen zijn, ja, als die jongeren daar eigenlijk niet kunnen aan doen, dat heeft een fysieke oorzaak, ja, dan moeten we maar wachten totdat die iets ouder en iets wijzer geworden zijn. We geven die het rijbewijs iets later en dan is er duidelijk een kleiner probleem met verkeersveiligheid. Nu, aan de andere kant is het belangrijk dat jongeren ook gewoon worden aan dat rijden, dat ze zich inderdaad kunnen verplaatsen op een goede manier. Dus is het ook wel zinvol om eens naar een aantal mogelijke remedies te gaan kijken. Nu, we weten vanuit verkeersveiligheid dat er een aantal aspecten zijn waar je kan op gaan ingrijpen. Het eerste waar je kan op gaan ingrijpen is de omgeving. En de omgeving, dat kunnen we doen door aan engineering te gaan kijken. De omgeving kan de wagen zijn, maar de omgeving kan ook de infrastructuur zijn. Je hebt een aantal gevaarlijke punten. Als we die gevaarlijke punten aanpakken, dan ga je het risico duidelijk verminderen. Het tweede waar je kan op gaan inspelen, is je kan ervoor zorgen dat mensen een beter gedrag gaan vertonen door aan education te doen. Je kan ze opvoeden en ze bewust maken van de bepaalde risico's. En op basis van die bepaalde risico's gaan zij hun risicogedrag aanpassen. En gaan we naar een verkeersveiliger systeem. En de laatste component is, ook al kan je mensen opvoeden, ook al ga je de omgeving veiliger maken, ja, toch zijn er een aantal mensen die nu eenmaal niet willen luisteren en waar je zogenaamde enforcement zal moeten doen. De stok achter de deur, die een soort van sluitstuk is, dat is niet altijd dat je dat moet gebruiken, maar soms is het zinvol om dat te gebruiken. Dat zijn eigenlijk de drie grote aanknopingspunten die we hebben. En dan kunnen we eens gaan kijken hoe dat we die drie aanknopingspunten nu specifiek naar jongeren kunnen gaan realiseren. En we gaan eens kijken hoe dat ouders daar een belangrijke rol kunnen spelen. We kunnen gaan kijken hoe dat we het rijbewijs een beetje kunnen gaan aanpakken. We kunnen gaan kijken hoe dat peers die betrokken zijn in verkeersongelukken een rol kunnen gaan spelen. En tenslotte kunnen we gaan kijken naar de zogenaamde self-explaining roads. Dat zijn wegen die vergevend zijn, die ervoor zorgen dat bepaalde risico's die genomen worden, dat die beperkt worden. En hoe kunnen we daar bij jongeren ook gaan inspelen? Allereerst gaan we kijken naar het gedrag. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we impact hebben op jongeren? En een belangrijke variabele die impact heeft op jongeren zijn de ouders. Ouders hebben een enorm impact op het gedrag van jongeren en zeker op het rijgedrag van jongeren. Het is zo dat ze daar een dermate invloed op hebben dat er een enorm grote correlatie is tussen het rijgedrag van de ouders en het rijgedrag van de jongeren. Alleen is het voor de jongeren veel erger, omdat het risk-taking gedrag van de volwassenen vaak niet gevolgd wordt door, ik zal het maar de straf noemen, het ongeluk, omdat zij beter in staat zijn om die risico's uiteindelijk toch te beheersen en de slechte afloop eerder te verhinderen. Maar eenzelfde risicogedrag, denk aan alcohol, bij jongeren heeft wel een enorme impact. Dus ouders beseffen dat slechts in beperkte mate, maar dat copycat-gedrag van jongeren bij rijden is zeer groot. Dus wij zijn bezig met een aantal programma's waarin dat je ouders echt betrekt bij het aanleren van het rijgedrag van jongeren. En we weten dus dat inderdaad dat er heel wat gelijkaardige dingen zijn, typisch gelijkaardige overtredingen, gelijkaardige rijstijl en zo verder. Nu hebben we dan, daar is een survey rond gedaan, en dan zien we effectief dat van wanneer het moment dat ouders eigenlijk niet betrokken zijn bij jongeren die beginnen te leren rijden, dat dat een heel negatieve invloed op die
tieners heeft. Men ziet daar echt het gedrag dat men zegt van ja, eigenlijk vinden ze dat allemaal niet zo belangrijk en wij doen het zoals wij denken dat we het moeten doen. Die opvoedtaak die ouders echt duidelijk hebben, die blijft ook zeer sterk bij wanneer jongeren leren rijden. En het is zelfs nog een beetje erger. Die taak en dat resultaat wordt zelfs belangrijker wanneer jongeren al een relatief negatieve perceptie hebben tegen dat rijgedrag. Goh, het zijn de anderen, het is de outside world, het is die infrastructuur, het zijn de andere slechte chauffeurs. Ze zoeken het niet bij hunzelf. En dat hangt van het type jongeren af. Dat is zeker niet bij alle jongeren. Dat heeft met persoonlijkheidskenmerken te maken, die we kunnen testen. Maar het type jongeren dat het zoekt bij het externe, bij de omgeving, die worden nog veel sterker beïnvloed door die ouders. Dus van het moment dat die ouders afhaken, heb je echt potentieel een groot gevaar. Nu, een mogelijke oplossing daarvoor, en die op dit moment nog niet bestaat in België, maar het rijbewijs en de opleiding wordt nu ook overgedragen aan de gewesten, is wat men noemt Graduate Driver Licensing, GDL in short. Wat is dat eigenlijk? Dat is dat we het rijbewijs gaan toekennen in fasen. Waar het op dit moment nog voor een belangrijk deel zo is, het is al een beetje aangepast, maar je hebt je theoretisch rijbewijs, dan een praktisch rijbewijs en je hebt heel snel eigenlijk een volledig rijbewijs. Geleidelijk aan is in Vlaanderen al begonnen met een langere periode, maar men kan daar veel verder in gaan. Namelijk, het moet zo zijn dat die periode, vooraleer je een volledig rijbewijs hebt, dat je die voldoende lang maakt. Want wat weten we uit onderzoek? Dat we periodes moeten inbouwen, vertrekkende van het moment die persoon heeft zijn theoretisch rijexamen afgelegd. Die mag in die wagen gaan kruipen. En dan gaan we eigenlijk gedurende een bepaalde periode een logboek bijhouden, waarin dat we kijken en waarin we controleren van hoe die persoon rijdt en welke problemen dat er zijn. Eventueel kan je daar behoorlijk ver in gaan en bijvoorbeeld een black box gaan inbouwen, waarin dat je continue feedback gaat geven naar het rijgedrag van die jongeren. En dan mogen de jongeren naar een volgende stap gaan wanneer ze een bepaald volgende fase in het examen hebben afgelegd. Dus je gaat niet ineens, maar je gaat geleidelijk aan werken. En in die tussentijd, vaak is die tussentijd zelfs 3 jaar, dus naast het beginnen leren en na 3 maanden dan een examen en dan kan je verder, zijn er een aantal zaken die we gaan inbouwen waar risico's, of zeer sterke risico's zijn, die je gaat inperken. Je gaat bijvoorbeeld zeggen van kijk, je mag niet rijden zolang er geen begeleider bij is. Dat kan uw ouders zijn, dat kan een rijinstructeur zijn, maar je gaat ervoor zorgen dat er tenminste in die eerste fase iemand bij is. We gaan ook vermijden dat er bepaalde tijden zijn waarin dat je niet mag rijden. Bijvoorbeeld, 's nachts mag je niet gaan rijden. We gaan ook zeggen van, kijk, ook al is het objectieve alcoholpercentage 0,8, we weten in die eerste periode dat we volledig gaan zeggen van, u mag totaal niet gedronken hebben. En zo bouwen we geleidelijk aan de complexiteit op en dan uiteindelijk na 3 jaar, hangt van de periode af, maar 3 jaar is een typische periode, gaan we u een definitief rijbewijs gaan geven. Nu, wat weten we vanuit wetenschappelijk onderzoek, wat we als resultaten zien? We zien duidelijk dat er bij jongeren die beginnen rijden, waar dat de risico's het hoogst is, dat je een vermindering van zware ongelukken van ongeveer een kleine 10% hebt. En daarnaast ook een grotere reductie van een aantal kleinere ongelukken. We zien ook dat het zo is dat we de periode van wanneer jongeren kunnen beginnen leren rijden, vanaf 16 jaar, dat we die langer kunnen maken en dat we dan geleidelijk aan dat gaan invoeren. En we zeggen van het moment wanneer je dat finale rijbewijs geeft, dat maak je eigenlijk best zo hoog mogelijk.
Je moet continu dingen gaan inbouwen en die periode zo lang mogelijk gaan houden, zodat jongeren echt ervan bewust zijn dat daar nog een traject te lopen is. In de Verenigde Staten en Canada, Australië, wordt dit al heel veel gebruikt. En daar zie je echt dat dat behoorlijk sterke effecten heeft. En de technologie, onder andere dat invoeren van continue monitoring, maakt het mogelijk om die feedback eigenlijk nog beter te maken en duidelijk te zeggen welke problemen dat er zijn, waardoor dat die reductiepercentages nog naar boven kunnen gaan. Dan een volgende manier dat je kan gebruiken om die risico's naar beneden te halen, is wat we noemen verkeersgetuigen. We zien dat jongeren heel hard beïnvloed worden door peers in het negatieve. Dan kunnen we ons bedenken van, kunnen we dat niet omdraaien? We weten dat jongeren heel hard beïnvloed worden door andere jongeren, maar kunnen we dat niet omdraaien om het positief te krijgen? Want je zou kunnen zeggen van, ja, gegeven dat die jongeren zo beïnvloed worden, die hebben het wel voor bepaalde kicks, laten we het eens heel hard maken. De zogenaamde fear appeals. Men heeft daar vroeger wel rond gewerkt. Men laat echt een aantal beelden zien. Ik heb ze er niet tussen gemonteerd van operatiezalen en allerlei mogelijke lichaamsdelen die daar dan hangen of niet meer hangen. Dat gaat heel extreem. Fear appeals noemt men dat. We weten uit onderzoek dat die fear appeals een heel beperkte werking hebben. Men is daarmee naar de klaslokalen gegaan. Die hebben op zeer korte termijn hebben die een effect. Want ik denk dat niemand daar kan buiten gaan en zeggen van ja, dat heeft geen effect op mij. Alleen zien we naar het gedrag van personen dat dat effect quasi nul is. Die gaan buiten en aan een tijd is dat gedrag bijna onbestaande. Daarom is het belangrijk om eerder te werken met bijvoorbeeld zo'n verkeersgetuige. Dat zijn mensen, jongeren, die betrokken zijn in een ongeluk of familie van jongeren die betrokken zijn in een ongeluk. We hebben dat gedaan bij toch een behoorlijk groot aantal jongeren, tussen 16 en 18 jaar, ongeveer een 15.000-tal. En we hebben dan eens gekeken, wat zijn de effecten daar nu van na een langere periode? En dan spreken we toch minstens 2 maanden. Dus we hebben die bevraagd op voorhand. Wat denken jullie over verkeersveiligheid? We hebben die onmiddellijk nadat zo'n verkeersgetuige in de klas kwam, die ook bevraagd van, wat een invloed heeft dan op u? Kijken nu anders tegen verkeersveiligheid aan of zo? Iemand die daar dat echt meegemaakt heeft, echt hier een getuigenis komt afleggen. Heeft dat impact op u? Reageert je daar anders op? Maar dan hebben we ook gekeken meer dan 2 maanden daarna. En 2 maanden in een jongerenleven, dat is een heel lange periode. Die zijn dat al lang vergeten. Maar heeft dat nu een impact op uw gedrag? En dan zien we dat dat effectief een impact heeft op het gedrag. We hebben dat gemeten aan wat we noemen de theory of planned behavior. Dat is een theorie in de psychologie, waarin dat je niet alleen gaat kijken van welke intenties hebben mensen, maar zetten ze die intenties ook werkelijk om in een bepaald gedrag. Je kan dat vergelijken met roken. Mensen willen stoppen met roken als je hen bevraagt. Ze hebben de intentie om te stoppen, maar hoeveel mensen zetten dat om ook in werkelijk gedrag? Die theorie van planned behavior hebben we hier toegepast. En we hebben eigenlijk gekeken van, vinden mensen dat eigenlijk zinvol? Dat is een puur mentale toestand. Vindt men dat zinvol dat we die verkeersgetuigen hebben? En daarnaast, hoe worden ze er ook door beïnvloed? Vinden ze dat echt nog altijd belangrijk en gaan ze hun gedrag ook aanpassen? En dan zien we dat het effect na ongeveer 2 maanden, dat het grootst is bij de personen die we echt als de doelgroep ook zien. De doelgroep zijn ook de mensen die risicogedrag vertonen. Want dat is het probleem van vele verkeerscampagnes. Je hebt vaak hele grote borden aan de autosnelwegen. Ja, dat heeft een effect. Maar heeft het ook een effect bij de mensen die een bepaald risicogedrag vertonen? Die wil je gaan targeten. En hier blijkt dat dit effectief het geval is. Namelijk, de mannelijke studenten, typisch ook in beroepsrichtingen, waar we van weten dat die nogal sterk door peers beïnvloed worden, risktaking gedrag vertonen, zeker op die leeftijd van 16 tot 18 jaar, die blijken eigenlijk het meest onder de indruk van die verkeersgetuigen. Dus in die zin is dat een campagne die op zich heel effectief is. Want het is effectief in je doelgroep die je wenst te realiseren dat je dat
effect kan gaan realiseren. Nu, tenslotte wens ik het dan nog eens te hebben over de omgeving. Want we kunnen heel veel moeite doen om het gedrag te beïnvloeden. Dat moeten we ook doen. Dat is heel belangrijk. Ik denk dat uit heel mijn talk wel blijkt dat gedrag primordiaal is. Maar daarnaast heb je ook nog die omgeving die een handje kan helpen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er wegen zijn die, als we dan toch een fout maken, en we zijn allemaal mensen, we maken allemaal elke dag continu fouten in het verkeer. Dat zijn de zogenaamde self-explaining roads. Dat zijn wegen die ons moeten helpen, als we dan een fout maken, om de afloop daarvan te minimaliseren. Dat kunnen zaken zijn zoals bepaalde kreukelpalen. Dat kunnen bepaalde wegen zijn die ervoor zorgen door bepaalde roadmarkings dat we het juiste verkeersgedrag gaan vertonen. Je hebt dus heel veel manieren om ervoor te zorgen dat een bepaald risicogedrag dat je vertoont, dat dat toch op een intelligente manier wordt ingeperkt. Hier heb ik een aantal van die voorbeelden gegeven. Je ziet hier bijvoorbeeld... Je komt in een bepaalde omgeving binnen, aan een bepaalde snelheid. En hier wordt ervoor geopteerd dat je zo'n woonerf kan gaan realiseren, waardoor dat je er rondgeleid wordt en de snelheid die je zou hebben, die kan je hier daardoor drastisch gaan reduceren. Waarom is dat belangrijk? Op een bepaalde locatie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er hier is een schoolomgeving en dan wens je door de omgeving ervoor te zorgen dat je mensen hun gedrag gaan aanpassen. Je gaat dat niet doen door snelheidsborden, maar je gaat hun leren dat die omgeving op die manier aangepast is. We testen dat ook in simulatoren. Wat we proberen dan te doen, is bijvoorbeeld in een simulator gaan kijken. Je toont een bepaalde omgeving en je laat alle verkeersborden weg. Dan is een ideale self-explaining road is eigenlijk diegene waar het snelheidsgedrag van mensen dat gedrag is wat je zou zijn als je er een verkeersbord plaatst. Je zegt van we laten al die verkeersborden weg en mensen moeten zelf in staat zijn om eigenlijk de juiste snelheid te kunnen inschatten. En dat kunnen we doen door die infrastructuur op een juiste manier te gaan aanpassen. Want het is heel gevaarlijk om bijvoorbeeld het omgekeerde te doen, daar een snelheidsbord te plaatsen, 30 km per uur, en uw infrastructuur is totaal niet aangepast. Dat geeft de indruk van, ja, eigenlijk is dat toch normaal dat ik hier 70 per uur rijd? Dan is het soms een foute conclusie om te zeggen, die mensen zijn fout. Die zijn totaal onverantwoord, want daar staat een bord 30, die luisteren niet. Nee, onze mentale inschatting zegt, ja, dat is hier eigenlijk heel normaal om 70 te rijden. En wij krijgen iets totaal binnen van 30. Daar klopt hier iets niet. En dat proberen we door de juiste weginrichting. Dat zijn die self-explaining roads. Die moeten er eigenlijk in slagen. Die klik die er moet zijn tussen wat is uw feitelijk rijgedrag en wat denk ik in mijn hoofd wat eigenlijk voor een normale mens een normaal rijgedrag is. Hier is een ander voorbeeldje van road markings die we gedaan hebben. Hier gaan we kijken, door specifieke road markings aan te leggen, gaan we die nu eerst buiten de bocht leggen, dan weer binnen de bocht, en dan kom je de bocht buiten en dan ga je buiten de bocht leggen. We kunnen daarmee experimenteren met verschillende van die road markings en je ziet dat er in de simulator een enorm verschil is van rijgedrag naar gelang het type roadmarkings. Die roadmarkings kosten heel weinig. Dat aanbrengen is een beetje verf, dat zijn geen heel zware infrastructuurdingen. We zien dat dat een echt belangrijk verschil heeft in bepaalde bochten. Dus het is niet altijd zo dat je voor self-explaining roads aan zeer zware infrastructuurwerk moet denken. Dat kan zo zijn, en soms is dat effectief ook noodzakelijk, maar soms kan het met eenvoudige, simpele maatregelen dat je grote effecten hebt. En dat proberen we te testen in een verkeerssimulator. Hier heb je een voorbeeldje van een weg van 6 kilometer. En we starten met een snelheid van 90 kilometer per uur. En dan hebben we een aantal verschillende testings gedaan in de simulator. De eerste testing zet om de kilometer een bord van 70 kilometer per uur. En daarna ga je de zone uit en mag je terug 90 rijden. Hier gaan we dat 2 keer herhalen en hier gaan we dat maar 1 keer herhalen, dat bord.
En dan is de vraag, wat is nu het beste? En we testen dat in zo'n simulator. En we gaan dat nog eens combineren met te kijken van, als je nu bepaalde dingen, je wordt afgeleid. Wat continu eigenlijk gebeurt tijdens het rijden. Er is een bepaalde muziek op de wagen, er is een voorganger die afremt, je krijgt eventueel zelfs een telefoontje in de wagen. Er gebeuren allerlei dingen, je moet ageren. En dan hebben we hier bijvoorbeeld gekeken wat we technisch dan noemen een secondary task. We laten personen iets doen. We laten hun in de achteruitkijkspiegel laten we hun een kleur kijken en een bepaald vierkantje. En naar gelang dat je een combinatie van kleur en een bepaald type figuur moet je iets doen. Hier was het zo dat we de richtingsaanwijzer naar beneden of naar boven laten doen. Je moet een reactie vertonen. En tegelijkertijd combineren we dat met te gaan kijken van die borden. Wat hebben die borden nu als effect? Veel borden of weinig borden? En dan zie je hier de resultaten dat het snelheidspatroon... enorm kan wijzigen naar gelang dat je die drie verschillende configuraties laat zien. Dus of we nu één bord laten zien, twee borden, in het eerste geval vijf verschillende borden, dan zie je dat die snelheidsconfiguraties zeer sterk wijzigen. En de vraag is, naar gelang de situatie, wat willen we nu eigenlijk? Wat willen we nu, wat is realistisch, dat we mensen een bepaald snelheidspatroon laten volgen? Gedurende welke periode is dat zinvol om dat te laten volgen? Want te weinig borden, dan vergeten mensen het en kunnen ze niet intentioneel toch een ander snelheidsgedrag gaan vertonen. Het kan misschien zinvol zijn om een soort van secondary task te hebben. Ze moeten naar iets kijken. Daar kan bijvoorbeeld een bord staan wat zegt van ja, er wordt hier geflitst. Waardoor mensen automatisch hun snelheid al gaan verlagen. Dus al die combinaties gaan we bekijken om dan te zeggen wat is nu het beste om mensen ervoor te zorgen dat zij het snelheidsgedrag wat we wensen te vertonen laten zien. En dat is niet noodzakelijk zoveel mogelijk borden laten zien. Want op een bepaald moment hebben mensen zoiets van goh, ik heb het wel gehad met dat bord van 70 km per uur. En die gaan een ander gedrag vertonen. Dus er is ergens een optimum en dat hangt van locatie tot locatie af en naar gelang het snelheidspatroon van wat is nu het optimum concentratieniveau dat we wensen te bereiken. En dat testen wij in simulatoren om bij wegenwerken eigenlijk een optimale configuratie van borden te kunnen plaatsen, te kunnen aanreiken aan de aannemer. Hier is een ander voorbeeldje van heel complexe signing. Ik denk het bekendste voorbeeld is ooit geweest de ring van Antwerpen een aantal jaren geleden. Dat was een gigantische problematiek. De eerste dag was die signalisatie zo complex dat je mensen op de autostrade zag omdraaien. Zo gigantisch, dat was in het nieuws, dat iedereen zei van wow, what's happening? Gewoon omdat mensen kunnen maar een beperkt aantal dingen lezen terwijl ze daaraan komen aan 90 en soms 120 km per uur. Dat is niet dat mensen fout zijn, die geraken ineens in paniek, die weten niet wat er gebeurt en dan gebeuren heel foute dingen. Dat proberen wij te testen in simulatoren en dan proberen wij zo'n zaken zoals hier, ziet u, dat we dan kijken wanneer plaatsen we het aankondigingsbord. Hoeveel keer plaatsen we een instructiebord? Op welke afstand moeten we dat plaatsen? Moeten we dat herhalen? Hoeveel mensen hebben dat gezien? Welke mensen hebben het echt genegeerd? Aan welke snelheid hebben ze het genegeerd? Om zo tot een optimaal niveau van signalisatie te komen, zonder de mensen inderdaad echt lastig te vallen. Mensen lastig vallen wil zeggen de beste manier dat mensen hun gedrag niet gaan aanpassen. Nu, om af te sluiten, heb ik nog een tweetal filmpjes klaarstaan waarin dat we zien van hoe dat wij binnen onze signalisatiesimulator werken. Dit is het project van Vilvoorde. Dat was een van de grootste aanpassingen van het viaduct van Vilvoorde enkele jaren geleden. En een van de grote problemen bij dergelijke wegenwerken is dat er behoorlijk veel verkeersongelukken en vaak zeer zware verkeersongelukken zijn. Mensen krijgen ineens een totaal andere verkeerssituatie, weten niet hoe ze moeten reageren en je krijgt vaak grote problemen. Hier hebben wij op voorhand met wegen en verkeer gekeken van hoe kunnen we die signalisatie gaan aanpassen. Ik ga er twee filmpjes
even laten zien. Het eerste filmpje ga je zien van in de simulator, waar kijken mensen naar? Wat zien zij wanneer ze een bepaald bord gaan scannen? Dus je ziet altijd met die groene dot, wat zijn nu de dingen waar mensen naar kijken? Wat hebben ze gezien en wat hebben ze niet gezien? Moeten we dingen gaan herhalen? Heeft dat ook een effect op hun rijgedrag? Hebben ze hun snelheid aangepast door dat te doen? Dus dat monitor hebben we continu gemonitord gedurende bepaalde routes van dat viaduct. En op basis daarvan hebben we eigenlijk een optimale signalisatie gemaakt. En dat wordt dan geïntegreerd in bijvoorbeeld wat Wegen en Verkeer gemaakt heeft, het aankondigen van het viaduct van Vilvoorde. En dan zal ik dit in het volgende filmpje laten zien, hoe dat op voorhand aangekondigd wordt en hoe dat kan helpen bij het verbeteren van de verkeersveiligheid. Graag uw aandacht voor een ernstig bericht van het agentschap Wegen en Verkeer. Van 18 juni tot en met 7 september krijgt het viaduct van Vilvoorde een noodzakelijk groot onderhoud. The work on building the viaduct started in 1977. It was to be 1700 meters long and 35 meters high. Today, 140,000 vehicles zoom over this viaduct every day. After 33 years, a few crucial elements needed to be replaced. De belangrijkste ingreep die we met deze werken gaan uitvoeren is het vervangen van deze uitzettingsvoer. In order to keep the impact of the works on road users to a minimum, efficient signposting was essential. This is why we set up a signpost simulator designed by Connect, the Institute for Mobility of the University of Hasselt and the civil engineering consultants in Frania. Het is een dubbele bedoeling. Eén, dat we grote werken effectief in de simulator plaatsen en dus uittesten hoe de omleiding en hoe de signalisatie goed geplaatst kan worden. Maar anderzijds is het ook de bedoeling dat we standaard omleidingen vandaag, standaard signalisatie, dat we die ook eens in de simulator inbrengen en kijken, is het wel allemaal zo goed als we denken dat het is of kan het in tegendeel wat verbeterd worden. The work started on the 20th of June 2011. Thanks to the package of measures to keep all obstacles to a minimum and the extensive communications campaign, traffic jams were kept to a minimum. The different target groups were kept continually informed about the status via the website. An insert in humor. Maps of deviations, press releases, and radio spots. Graag uw aandacht voor dit verkeersbericht. Van 18 juni tot en met 7 september krijgt het viaduct van Vilvoorde een groot onderhoud. Vermijd de verkeershinder. Kijk op wegenenverkeer.be. On the 31st of August, one week earlier than planned, the renovated viaduct was reopened completely to the public. The result of an efficient cooperation between all the parties involved. Dank u voor de info, ernstige stem. Graag gedaan. Oeps. Goed, ik denk dat zo'n filmpje u een idee kon geven van hoe dat een aantal technische zaken, zoals we in de verkeerssimulator met echte bestuurders die we getest hebben, er kan toe bijdragen dat effectief op het viaduct van Vilvoorde, we hebben geen één zwaar ongeluk gehad. En je moet een beetje geluk hebben natuurlijk. Ik bedoel, dat is nu eenmaal zo, er is een zekere kans op. Maar dat we die duidelijk naar beneden hebben kunnen brengen, dat is geen toeval. Je merkt echt dat we een heel aantal aanpassingen hebben gedaan. Ik denk dat we ten opzichte van het initiële design meer dan 20 dingen gewijzigd hebben. Dat is vrij veel. En op basis daarvan zie je dat er echt wel resultaten kunnen geboekt worden op vlak van verkeersveiligheid. Goed, dit besluit mijn talk en nu sta ik open voor jullie vragen. Thanks a lot. So here I have a microphone. So whoever wants to ask a good question or a bad question, there's no bad question. Is there someone? Don't be shy. Huh? I think it was a really interesting presentation. So there surely.
You showed the nice example with the where you put the kind of new road signs with these kind of stripes you're putting on the street, and you said there was quite some impact. I understand you're testing this now in kind of simulators, but would it also be useful to test this like inside? And I mean, if you add these lines in a, on a Navi system, because most Navi system they now have a close-up look, would that have the same impact? I'm not sure about that. We tested it in practice on a real road. We also tested it, and that had clearly a certain influence. Would when you would do it within, let's say, a navigating system, then it's always important that on the one hand you have the distraction, additional distraction, because people look at it. Whether the beneficial effects are not outweighed by that distraction. And therefore, we see in several of those navigation systems that there is a negative effect of distraction. On the other hand, the new types of navigation systems, which are mounted on the front window, so that the distraction levels are lower, and we use the same kind of technology, that's probably that we could have those kinds of effects. And we are now testing those kinds of things, of new kinds of navigation systems that they are inventing. And based on that, because people just have to look in front of them and not just at the navigation system, those kinds of things, then some additionals add on, and especially if you announce them in advance and so on, I think those effects should be beneficial. Someone else? Goedemiddag. Er was een aantal jaar geleden een mogelijkheid ontwikkeld door waarschijnlijk de Universiteit Gent, waarbij dat de verkeerssignalisatie kon interageren met de voertuigen zelf, zodat zij in feite de snelheid een beetje aanpasten door het systeem van de signalisatie zelf. Wat is het stand van zaken daar nu mee? Dat zijn ja, zogenaamde V2I-systemen, ja. Vehicle-to-infrastructure en eventueel V2V, zelfs vehicle-to-vehicle-systemen. Ja, technologie gaat daar vooruit. Ik denk dat effectief zo is. Alleen is daar het probleem meestal niet de technologie, maar zoals ik denk ook in deze talk heb proberen duidelijk te maken, het gedrag. Het gedrag van personen is van, wat is de aanvaardingsgraad? Bijvoorbeeld, je hebt intelligent speed adaptation en dat soort van dingen waar mensen automatisch, technologisch zou dat kunnen. Er wordt gedetecteerd dat het snelheidsbord 70 per uur is. Je zou die wagen perfect kunnen limiteren op 70 per uur. Daar zijn heel wat tests ook in Europees vlak van gebeurd en eigenlijk is die technologie nooit doorgebroken. Omdat mensen dat als gedrag niet aanvaarden. En een tweede problematiek heeft ook te maken met het juridische. Technologie, zoals we allemaal weten, gaat ook wel eens fout. Heel vaak niet, maar soms wel. Wie is dan verantwoordelijk? Wie is dan verantwoordelijk voor die fout? Is het het bord wat bijvoorbeeld de overheid niet voldoende schoongemaakt heeft, waardoor het niet juist kon gelezen worden? Is het degene die het bord gemaakt heeft, die de kleuren niet voldoende duidelijk gemaakt heeft? Is het de sensor van de wagen die het niet leest? De bestuurder die zegt, ja, ik kon er helemaal niks aan doen. Dat soort van problematieken maakt het heel moeilijk om die technologie wijd uit te rollen. Eigenlijk analoge problematiek met zelfrijdende voertuigen. Daar kan technisch al heel veel, maar gedragsmatig en juridisch zijn daar nog enorme stappen te zetten. Technologisch zeker. Hè, dus dat is evident dat die er aankomen, ook niet alleen naar verkeersveiligheid, maar ook naar congestie. En ja, verkeersveiligheid, het doel van Europa is 2050, wat men noemt een systeem Vision Zero, dus geen verkeersdoden meer. Nu, geen verkeersdoden meer wil zeggen dat je een geautomatiseerd systeem moet hebben. Het is onmogelijk met mensen. In 2050 zijn wij nog dezelfde mensen. Dat is 35 jaar van hier. In evolutietheorie, dat is een milliseconde of zelfs minder. Wij zijn dezelfde mensen die dezelfde fouten maken, die nog hetzelfde profiel gaan hebben. Wil je dan gaan van waar we nu gaan, dan ga je een volledig geautomatiseerd systeem moeten hebben.
eigenlijk al systemen die je nu al ziet in bijvoorbeeld transportsystemen zoals treinen en vliegtuigen, waar eigenlijk de risico's dermate laag zijn en ook de ontwikkelingen dermate laag zijn, de ontwikkelingen dermate, de fouttolerantie dermate laag is, om dat te realiseren. Bijvoorbeeld in een vliegtuig zeg je van kijk, ik aanvaard als passagier dat ik eigenlijk niks kan doen. Ik stap in en ik, ja, als er iets gebeurt, niemand kan die aansprakelijk stellen, die vliegtuigmaatschappij. Daar zijn regels rond uitgewerkt. Zo'n dingen kunnen ook bijvoorbeeld rond zelfrijdende voertuigen. Je gaat in een treintje, zoals dat dan noemt, gaan rijden. Maar van het moment dat je in dat treintje gaat, ja, geef je eigenlijk volledig over aan dat systeem. Het is de enige manier om naar Vision Zero te gaan. Want als je de factor mens niet kan uitschakelen, dan kan je dat nooit realiseren. En dat zie je ook in vliegtuigen, treinen bijvoorbeeld. De fouten die toch in treinen nog gebeuren, zijn meestal van menselijke aard. Niet altijd, maar bijna altijd van menselijke aard. En daar worden nu automatische remsystemen en zo verder om die factor mens toch maar zo klein mogelijk te maken. Dus ja, die komen eraan. Gaan ze er in 2050 zijn, Vision Zero? Ik heb er mijn twijfels over. Maar we streven ernaar. Ik zie het meer als een asymptoot dan echt een absoluut eindpunt. Oké, one last question. Misschien nog hot nieuws. Deze morgen is blijkbaar beslist geweest op de regeringsonderhandelingen dat het rijbewijs met punten eraan komt. Heb je daar al eventueel over nagedacht, wat de consequenties kunnen zijn daarvoor? Ja, het is denk ik ook een van de vragen die later in het interview zal gesteld worden. Het is wel een belangrijke, het rijbewijs met punten. Het wordt in heel veel landen op dit moment al toegepast. Meer dan 20 landen in Europa. Om nu te zeggen dat we daar onvoorwaardelijk voor zijn, dat is zeker niet het geval. Dat verwachten van, dat gaat nu heel veel problemen oplossen en de effecten daarvan zijn zeer groot, dat is absoluut uit onderzoek gebleken niet waar. Je ziet een initieel effect vaak een jaar tot twee jaar na het invoeren, maar daarna verdwijnt dat effect voor een heel belangrijk deel. Er zijn ook een heel aantal neveneffecten die je ziet optreden. Je hebt bijvoorbeeld mensen die zonder rijbewijs gaan beginnen rijden. Wat stijgt. Je hebt veel meer vluchtmisdrijven die je gaat krijgen. Je krijgt in een aantal landen zelfs het ruilen van punten. En zelfs tot het verkopen van punten. Dus je ziet in een aantal van de best presterende landen, Zweden en Nederland, dat we het niet doen. Dat is ook niet zonder reden. Die veruit voorop lopen. Ofwel doen ze het in beperkte mate, zoals Nederland voor een bepaald aantal groep van jonge chauffeurs, waar men zegt van ja, die blijken toch echt wel gevaarlijk in het begin te rijden. Daar moeten we snel ingrijpen. Of voor mensen waar dat alcoholrecidivisme duidelijk is vastgesteld, dat men zegt van ja, hier moeten we ook ingrijpen. Maar het algemeen invoeren en de mate waarin, dat hangt dan ook zeer sterk af hoeveel punten dat men gaat geven aan elke taak. Ik las heel snel, maar dat is heel kort door de bocht, van dat twee zware overtredingen volledig rijbewijs afnemen. Het hangt ervan af wat ze dan onder zware overtreding. Maar als we technisch nu bekijken wat op dit moment een zware overtreding is, dat is iedereen die 10 kilometer te hard rijdt, is een zware overtreding. Als we echt objectief zouden kunnen monitoren via een black box van altijd, hè, wanneer iemand 10 kilometer te hard, ik denk dat we het fileprobleem ineens ook opgelost hebben. Want ik denk dat heel veel mensen in de feite allemaal wel eens 10 kilometer te hard vaak niet intentioneel gaan rijden. Dus het hangt zeer sterk af van hoe voeren ze het in, maar de mirakeloplossing is het zeker niet. Ik denk dat het mee te maken heeft dat wat men als noemt safety culture. Er is een bepaald, als u in Zweden rondrijdt en ook in Nederland, u merkt dat wel, men aanvaardt dat. Dat is volledig in de maatschappij doordrongen, dat is niet één maatregel. Daarom hebben ze dat rijbewijs ook met strafpunten. Ze gaan niet met de hamer erop slaan. Ze staan nee, u moet verantwoordelijk rijden. In Zweden, met alcohol achter het stuur, dat is not done gewoon. Dat beschouwt men u echt als een misdadiger. Dat wordt daar echt zo ingelepeld in de maatschappij. Dat wordt continu, niet door zeer harde maatregelen genomen, maar continu druk die er wordt gezet op allerlei fronten.
waardoor men maakt dat men die safety culture heeft. U kan het een beetje vergelijken aan chemische bedrijven. Daar zie je ook aan de poort staan zo weinig ongelukken sinds zoveel dagen. En geleidelijk aan willen we dat altijd wat beter en beter maken. En iedereen, elke arbeider en zo, die vindt dat belangrijk dat dat zo is. Dat systeem en wat er allemaal achter zit, dat doet men in die landen eigenlijk. En Zweden is eigenlijk de uitvinder van Vision Zero. Ze hebben dat al een hele tijd geleden gezegd van kijk, dat is ons streefdoel. We gaan daar niet onmiddellijk naartoe, maar dat is wel ons streefdoel. En daar gaan we allemaal aan werken, aan die Vision Zero. Dat is eigenlijk de missie van ons verkeerssysteem. Ja, dan krijg je veel meer betrokkenheid van iedereen tegen ja, af en toe is hard met de hamer slaan, die vier appeals en zo verder. Nee, continue druk en soms iets harder als het echt nodig is, maar die continue druk, dat is eigenlijk cruciaal om geleidelijk aan naar een slachtoffervrij verkeerssysteem te evolueren. En daar zijn Zweden en Nederland echt wel ja, goede voorbeelden van hoe dat ze het aangepakt hebben. Ook zeer rationeel, niet irrationeel. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Thank you, professor Wetz. This is a small present that we used to give you. Here during Unisys Connect. A big applause for professor. I think it was very passionate. Thanks a lot. Thank you. So you will receive a short email with a link with a survey. So we always like to improve those kind of sessions, and your participation is, of course, welcome. In this email, you will also receive the link to the LinkedIn group, and this is the only way to get access to the YouTube links, direct links to of this session that has been recorded, plus the interview, as well as some pictures. We have a great photographer here in the room. And yeah, so you will find some interesting information, including the presentation that has been presented today. So so Unisys Connect is still on, so you can, of course, still have a drink. Professor Wetz is still here to answer other questions you may have, since it's endless discussion. We didn't even talk about Google Car, so that may be another solution, or Uber, or those kind of, or Django. So anyway, enjoy the rest of the lunch, and see you next time. Thank you.